Zaterdag vindt de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Nijmegen plaats. Het is dan 76 jaar geleden dat Nijmegen getroffen werd. De herdenkingsplechtigheden vinden plaats in de Petrus Canisiuskerk en bij het monument De Schommel aan het Raadhuishof. Op 22 februari 1944 werd Nijmegen getroffen door een enorm bombardement. De historische binnenstad werd grotendeels verwoest en 800 mensen verloren hun leven. Elk jaar staat Nijmegen stil bij deze tragedie. De officiële herdenking aanstaande zaterdag vindt plaats tussen 12 en 2 uur.